Hoe komen jullie op het idee om een spring op je fietsmaat te organiseren? Wij zijn eigenlijk op het idee gekomen doordat kinderen eigenlijk minder vaardig worden met fietsen. Dus ook de veiligheid komt in het gedrang. En er wordt gewoon heel weinig gefietst. Tenminste, niet door iedereen, maar je ziet het wel vaker. Vandaar dat wij dachten van, hey, we willen wat gaan doen met fietsen. Dus vandaar het springen op je fietsmaand. En tijdens die maand gaat er gewoon veel meer openwij gefietst worden. Merken jullie dat er steeds minder ook gaan fietsen? De ouders die moeten inderdaad ook veel meer naar het werk inderdaad. En hebben dus haast, vandaar ook de auto die dan naar voren komt. In plaats van dat de kinderen op de fiets naar school gebracht worden, wordt de fiets gewoon minder gepakt. En wat voor activiteiten organiseren jullie allemaal tijdens deze maand? Zoals vandaag is hier de kick-off van de spring op fietsbaan met een pumptrackbaan. Door Jos Lotens, judo- en valtrainer, de Zeker op je Zadel Clinic. Voor de kinderdagverblijven hadden wij een loopfietsparcours neergezet. En wij fietsen elke donderdag een uur ouder kind. Dus hopen we ook dat de ouders mee gaan fietsen, een uur lang. Zodat ze dus meer gaan fietsen. Voor de rest is het heel veel social media. Dat ze bij de fietsmakers langs kunnen om hun licht te laten checken. Dus een kleine beurt voor de fiets. De tekst van zet je licht aan, want het wordt steeds eerder donker en langer donker. Dus heel veel op social media met scholen. En wat hopen jullie te bereiken uiteindelijk? Wij hopen te bereiken dat de kinderen en ook zeker de ouders bewust worden van het meer fietsen. Waardoor de kinderen veiliger of vaardiger worden en dus ook veiliger in het verkeer kunnen deelnemen. Zodat dus ook minder ongevallen komen daardoor. En dus dat er meer van deze mooie gemeente gebruik gemaakt geworden met de duinen, door de bollevelden in april. Dus dat hopen wij te bereiken daarmee. Fiets je wel eens naar school toe? Ja, heel vaak. En waarom fiets je heel vaak naar school toe? Omdat ik het leuk vind en dan kan ik ook op mijn eigen fiets en dan kan ik ook beter fietsen. En fiets je al met je ouders naar school of helemaal alleen? Met mijn ouders. En je vindt fietsen dus heel erg leuk om te doen. En waarom? Omdat dan... Dat is goed voor je en dat is goed voor het milieu. Dus je vindt een maand als deze best wel leuk en belangrijk? Ja. En het parcours, wat vind je daarvan? Vind ik leuk, want dan kan ik lekker stunten. Wat? Fiets je wel eens naar school? Nee. En waarom niet? Omdat ik op Lissel op school zit. En vanaf Noordwijk Rood naar Lissel is een beetje ver. Vind je fietsen wel belangrijk om te doen? Ja. En waarom? Omdat het gewoon leuk is. Je ziet ook wat voor de natuur. Dus zo'n maand als deze vind je best wel goed en belangrijk? Ja. Fiets je wel eens naar school? Ja, soms. En vind je fietsen leuk om te doen? Ja. Vooral motorbiken. Oh, en waarom? Nou, fietsen is gewoon mijn ding.